Goedemorgen, ik ben Christophe Monen en we zijn hier vandaag in Hammezoge. En Guy, wat staat er vandaag te doen? Vandaag gaan wij, dus één keer in de maand, de derde zondag, wordt er geluid voor de mensen die mogen komen kijken, gelijk wie. Wij doen dat al een half jaar of een jaar zeker doen we dat. En nu gaan we een keer feestelijk luiden. Over dood luiden, lijkt dat op zo gezegd. Dan worden de klokken een keer stilgehouden en demonstratieluiden gaan we vandaag doen. Hoe lang worden hier al klokken geluid? Wel, het is eigenlijk zo, de eerste klok dateerde van 1849, maar het is pas 20 jaar later, 1869, dat eigenlijk 3 volwaardige klokken hier gemonteerd werden in de toren. Nu, deze hebben dienst gedaan tot september 1943. Wat is er gebeurd? Wel, de inval hier van de Duitsers in Hammezoge. En onmiddellijk hebben zij de 2 zwaarste klokken, dus de klok van 1200 en de klok van 600 en, hebben zij meegenomen omwille van het bronsgehalte dat dus die klokken bevat. Het kleinste klokje, hetgeen dat wij hier het Jezusklokje noemen, dat hebben ze blijven hangen. Nu, het was natuurlijk de fierheid van het dorp hier Zogge en ook de inzet en de dynamiek van de pastoor in die tijd, pastoor van Herzelen, dat die dan samen met de bevolking ervoor gezorgd heeft dat in september, laten we zeggen in 48 was het, 849, zijn er dus 2 nieuwe klokken aangekocht. En tot vandaag doen zij nog altijd hier schitterend dienst. En wij hopen dat toch nog vele jaren hier te kunnen doen. Want inderdaad, deze klokkenluiders, Hammezoge, dat is dus immaterieel erfgoed. Zeer, zeer waardevol. En waarom zijn de klokken hier nooit geautomatiseerd eigenlijk? Wel, omwille van het manueel luiden is dus zo uniek. Er zijn slechts nog 2 parochies, als ik dat woord mag gebruiken, waar handmatig de klokken worden geluid. Dat is in Roeselare en dat is hier in Hammezoge. Dus wel een bijzonder uniek gebeuren hier. En wat is er zo moeilijk aan dat klokkenluiden? Moeilijk. Dat je spieren moet hebben en gewicht. Voor die grote klok te kunnen draaien, moet je toch wel wat kilo's wegen. Want anders gewoon niet. En hoeveel klokken hangen er in deze toren? Ja, 3 zeker, hè? Nog altijd. Danny, voor welke gelegenheden wordt er vandaag nog eigenlijk geluid? Die gelegenheden, dat is al veel minder dan vroeger. Maar enkel met een kermis, met een hoogdag, dan wordt er nog geluid. En bij een begrafenis. En we durven ook nog een keer luiden tijdens, voor een huwelijk. Maar dat is een beetje eenvoudig, dat is met 2 klokken. En dat is het ongeveer. En hoeveel keer op een maand is dat nog ongeveer? Dat is ook al te zien. Zijn er sterfgevallen, dan is het tegen meer, moet ik zeggen. Maar normaal gezien, in de periode tussen nieuwjaar en Pasen, luiden wij niet. Want er is geen enkele feestdag voor. Wat is dan de volgende? Zelfs op de nationale feestdag, dat luiden wij vroeger ook.
mogen ook niet meer of doen we niet meer. Enkel de kerkelijke gelegenheden. En ja, dat zal het zo ongeveer zijn. Leer, ja. En Albert, als je tot 7, 8 tel en 10 is dat terug. En dat noemen ze overdoodle. Leer, ja. En dat wordt gedaan op het moment dat we weten dat er iemand overleden is. En dan ook voor de begrafenis, een half uur voor de begrafenis, vlak voor de begrafenis en bij buiten gaan. En op het moment die begrafenis gepland natuurlijk, of van eens dat het bekend is. Leer, maar, ja. En kan je met de klokken in deze kerk eigenlijk muziek maken? Ja, inderdaad, het is mogelijk. Het zijn dus drie klokken. De zwaarste klok, dat is dus een Mi-klok, weegt 1200 kilo. Dan de tweede, dat heeft een gewicht van 650. En dan de derde, de kleine klok die we hebben, is 365 kilo. En dat is de Si-klank, dat is dus de hoogste klank. Dus de drie fameuze noten die daar zijn, dat is de Mi, de Sol en de Si. En daarmee wordt dus inderdaad harmonische muziek gemaakt. En hoe valt dat mee, zo'n klok van 1200 kilo laten luiden? Ik kan dat niet meer. Er moet een redelijke klinkse kerel voor zijn. Ja, trek maar. Oh, oh. Ja, 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 ja. Wat heb je hier, jongen? Ik ben wel vol te kort. Dit ga je niet meer wat eten. Huurt dat, hè? Ja, dat wil ik niet. Het probleem is... Die overschot van dat touw. Dat moet al wit. Zeker. We zijn erbij. En Danny, hoe pak je dat aan, de zwaarste klok? Zoals de andere klokken, met één groot verschil. Ik moet, wil ik ze van in stilstand tot maximum krijgen, dan moet ik er tussen de 5 en de 27 keer heel hard aan trekken. Met al de fors en al het gewicht dat ik in huis heb. En dat is een beetje minder voor die andere klok. En ze moeten ook met de opening, je moet ze in gang trekken, dat ze meer opening naar boven staat. En dan kun je stoppen en dan kun je ze regelmatig. Dat gaat redelijk, dat luiden. Een keer als ze naar boven staat met opening, dan daarachter is het wel te doen om ze in gang te krijgen, omdat ze dan snelheid heeft. En hoe word je klokkenluider? Ik ben er ooit over 37 jaar aan begonnen, op verzoek van mijn vader. Die was zo'n beetje verbonden met de kerk. Die ging met de schaal rond en allemaal van die dingen. En zat erin tekort. En op algemeen verzoek ben ik klokkenluider geworden. Ik moet wel zeggen, de eerste keer... Als ik zeg, ik ga dat niet doen, want ik ga dat nooit niet kunnen. Hè. Ik vond dat echt in het begin zo moeilijk. Maar ik moet zeggen, gaandeweg is het alsmaar beter en beter beginnen gaan. En nu vormen wij een echte gemeenschap die dat heel graag doen. En wat was er in het begin zo moeilijk, Danny? Gewoon het samenspel en de klok laten op tijd laten vertrekken dat we de juiste melodie verkrijgen. Het komt hem op een luttele tijd aan, want de ene keer is te vroeg, de andere keer is te rap. En zeker de tweede klok, die moet altijd tussen die twee andere zitten. Dus je hebt die vertrekt en die laatst is, maar die ertussen, ja, die moet wel wat maken. En dat maakt voor ons de melodie van er juist tussen te zitten. Ik moet wel zeggen, die klokken, dat maakt winter en zomer, dat is een klein beetje verschil. Dat is ook waarschijnlijk door het materiaal, door de temperatuur. In de winter gaat dat wat stroever. En dan moet je er wel een keer meer aan trekken, aan die konakkoord. Maar dat wordt allemaal gewend. En de lengte van de koorden? De lengte van de koord is ook een probleem. Ja, je moet meters naar beneden trekken, maar je kunt dat niet doen. Hè. Je moet trekken en laten gaan. Ja. Je moet telkens... Het probleem, je zult dat zelf zien als je een keer probeert te luiden, hoe moeilijk dat is. En is klokkenluiden gevaarlijk hier?
Nee, gevaarlijk. Gevaarlijk. Je moet altijd zien dat je reep mooi tussen je been en je mag je niet verzetten, want dat zakt naar beneden en dat kan rond je been slagen en dan kun je mee omhoog gaan. Hè. En rond uw nek. Of rond uw nek slagen. Ja, we hebben hier al een keer iemand gehad. Als je dat kunt, kan ik dat ook. En die wilde haar een keer doen, maar het was rond zijn nek en hij heeft nooit meer geweest voor te komen leunen. Daar zit wel een gevaar, maar een keer als je die techniek weet hebt, is dat een kwestie van niets. Want als die klok recht staat, kunnen die met je één hand gemakkelijk houden. Maar je moet ze eerst volledig in gang krijgen en dat ze meer kelk omhoog staat en dan, maar dan daarachter is dat een zaak van iets. Gevaren zit dan niet in. Als je het kent natuurlijk, er is altijd een gevaar en niet aan een klok. Maar anders, het is een leutige job en met leutige mensen allemaal. Wij doen dat graag. Leer? Ja.